Vrijdag van Vredenburg 22 mei en zondagochtendconcert 24 mei brengen het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Ivan Meilemans de wereldpremière van Visiting the Angels van Marijn Simons. Dit is een tromboneconcert dat hij schreef voor de Zweedse trombonist Christian Lindberg. Nu kennen we allemaal vioolconcerten, pianoconcerten, celloconcerten, maar tromboneconcerten zijn echt niet dik gezaaid. Marijn Simons schreef er maar liefst 2. Wat bezielt hem? I just started to play when I was 17, and I felt because I heard someone, Jack Teagarden, and then I got into the classical music, into an orchestra, and found out that that's not what I wanted to do. So I decided either I go for my own solo career or I become a lawyer. He came to a lot of my concerts. He traveled to Barcelona, he traveled to Berlin when I played there, certain pieces to other places, and we talked a lot. I showed him all the secrets of the trombone, and then he got this into his head, and then he wrote his piece, his own piece. Marijn Simons, we kennen allemaal vioolconcerten, pianoconcerten, celloconcerten, maar jij hebt al 2 keer een tromboneconcert geschreven. Wat trekt jou nou zo in die trombone? Ten eerste, ik denk dat het heel qua balans gunstig is om een trombone als solo-instrument te gebruiken. Want bij viool en bij cello en zelfs ook bij piano is altijd het probleem dat het orkest te hard is. En bij trombone is eigenlijk dat balansprobleem opgelost. En daardoor kan ik als componist in het orkest ook veel meer en veel kleurrijker en extremer uitpakken dan dat bijvoorbeeld bij een viool- of pianoconcert mogelijk zou zijn. Je noemde je concert Visiting the Angels. Waarom die titel? Nou, dat is een lang verhaal. Ik ben een paar keer in Los Angeles geweest. Je maakte daar furore als violist, hè, en componist in je eigen vioolconcert. Ja, ik heb in werk, in vioolconcert, een opdracht van de Los Angeles Philharmonic geschreven. En daarna heeft die LA Phil een keer mijn slagwerkconcert gespeeld met Evelyn Glennie. En na het concert heb ik daar een dame leren kennen die nu mijn vrouw is. Dus wij hebben ons in Los Angeles leren kennen. Dus dat is daarom sowieso al een plaats die voor mij erg belangrijk is. En The Angels is gewoon de letterlijke vertaling van Los Angeles. En door die vertaling werd wel gelijk voor mij de sfeer voor het werk duidelijk. Ik heb Christian vaker live gehoord en ook in opnames gehoord. En toen ik hem een keer het Hoornconcert van Mozart hoorde spelen,
was ik heel erg onder de indruk en realiseerde mij ook dat hij een ontzettend dramatische kant heeft. En veel componisten die voor hem geschreven hebben, hebben zijn clowneske en theatrale kant geaccentueerd, die natuurlijk ook heel sterk is, maar ik denk zijn dramatische kant is net zo, zo niet, misschien zelfs nog sterker. En daarom heb ik dus heel bewust een heel dramatisch werk voor hem gecomponeerd. We staan hier bij de gestemde gongs. Hoe gebruik je die? Eigenlijk alleen aan het begin en op het einde van het werk heel zacht om een sfeer neer te zetten. En in het midden van het stuk één keer zeg maar voluit om de orkestkracht bij te zetten. Het zijn een van mijn favoriete slagwerkinstrumenten, omdat ze qua toonhoogte niet zo precies zijn als een piano of een marimba. En net die zwevende kwaliteit van de toonhoogte is wat mij daar erg in aantrekt. I heard you play some very interesting notes. It sounded as if you were doing two things at the same time. What were these? These are multiphonics, and there are two kinds of them. One is when you sing, play one note and sing one note. So can you demonstrate? Like this. And the other? It's very effective. And the other one is when you actually play two notes, it's more complicated, more difficult to learn it. And you play these two notes. These two notes at the same time. So you have to play, it vibrates on two places. And it's complicated to learn. Als u de relatie tussen de solotrombone en het orkest zou moeten beschrijven, hoe heeft Simons dat aangepakt? Echt als een solo-instrument. In combinatie met het slagwerk is er een dialoog. Ook vaak in de langzamere dingen. De contrabasklarinet die qua geluid heel vaak in het pedaalregister van de trombone terechtkomt. Maar in de ritmische stukken is het echt een dialoog met het slagwerk. Waar moet u als dirigent nou het meeste aan werken? Het ensemble in de snellere delen en toch de klank en de sfeer in de langzamere delen. En dat heeft Marijn Simons echt fantastisch gedaan. Het einde is gewoon magistraal. Echt alsof je bij de engelen bent geweest.